kijkers van Ultracamps 93. Ik ben Daniel en we gaan weer verder met GTA 3. Ja, bij de vorige aflevering was het stukje dat ik ging rijden in mijn auto weg. Op zich was dat helemaal niet zo echt veel speciaals. Ik ging gewoon even rijden. Toen heb ik zo'n pil genomen, ben ik zo'n emotie gegaan. Zo, en dat was het. Maar mijn auto staat er nog uit. Dus geen probleem. Het was eigenlijk meer een pil ergens naartoe rijden. En een pil nemen en toen was het klaar. Toen reed ik weer terug naar huis en ging ik hem opslaan. Dat is eigenlijk wat jullie hebben gemist. Maar we gaan nu naar Ray. En ook bij Ultracraft. Gingen de laatste twee stukjes weg. Ik begrijp het niet meer. Het is nou de eerste keer dat mij dat overkomt. Nou ja. Zo erg is dat nou weer niet. Jullie hebben namelijk de missie wel gezien. Dus dat is geen enkel probleem. De missie van Ray. En nu gaan we weer terug naar het toiletmannetje. Amstrad. Hey, kid, over here. An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, he'll give you knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatica's playing up. So, good luck. Oké, ik ben nog even over nadenken wat we moesten doen. We moesten iemand helpen? Die werd aangevallen of zoiets? Als het maar niet te moeilijk gaat worden. Zoveel wapens heb ik nou ook weer niet. Zoveel armen nou ook weer niet. Ah, we gaan het wel redden. We hebben alles tot nu toe wel gered. Gaan we dit ook redden? Hoop ik. Hoop ik, ik weet niet zeker. Ligt eraan waar natuurlijk is. Als er veel mannetjes komen, heb ik minder kans van slagen dan als er veel... Ik ben nou helemaal weer kwijt. Als er veel mannetjes komen, heb ik minder kans van slagen dan als er weinig mannetjes komen. Nou ja, linksaf. Ik voel al dat het leger aan gaat komen, of dat het leger wordt aangevallen. Dat is niet best. Goeiedag, hey, een tank. Ja, die tank doen we zo wel. Hey, hey. Dat is heel erg racistisch van mij. Ik ben heel goed in schieten, meneer. Hij zegt dat ik niet kan schieten. Die meneer is een pure racist. Hoe komen we daar nou weer op? Via die dozen? Bazooka! Wow! Oh! Oh! Wat gebeurt er? Waar staan we? Wat een mooi wapentje is dit, joh! Hoppa! Oké, even kijken. Waar is die andere? Hier is de licht. Armer. Oh, daar ben je. Jij bent dood. Ja. Ik wil toch nog die flesjes hebben. Even kijken. Op die doos. Prachtig. En spring over.
Hoe erg kan je falen, Cloud? Het is maar een klein sprongetje. De vorige van de bazooka heb je wel gehaald. Dit kan je niet halen. Oh, amateur je bent. Hebbes. Ik heb nog bazooka kogels over ook. Ja, twee. Prachtig. Nou, dan gaan we naar hem toe. Jee. Hallo, dat is duur. €25.000. €5.000. €1.500. Valt wel mee, €1.500. $25.000. Nee, dit is dollar trouwens, geen euro. Kom ik erbij dat het euro is. Een tank! Een tank! Slot. Kunnen we... die niet naar mijn huis toe brengen? Ik ga kijken of ik deze naar huis kan brengen. Dan zie ik jullie zo. Nee. Nee. Ik kon die tank op geen een of andere manier daar naartoe krijgen. Ik heb al geprobeerd met alle soorten auto's. En toen opeens boom. Het punt is, je kan die tank wel uit die hek krijgen, maar verder dan dat is het ook echt niet. Recht op. Oh. Maar nu ben ik dus al mijn wapens kwijt. Geweldig. Alle wapens die ik heb gekregen. Nou, ik heb geld zat. Ik denk dat we eventjes gaan wapens kopen. Niet zoveel wapens natuurlijk hoor. Gewoon van alles eentje. Ik ga niet te veel doen. Anders heb ik straks geen geld meer om een huis te kopen of een grote villa of. Want ik vind gewoon dat Cloud miljonair moet. Als miljonair moet eindigen. Als multimiljonair. Open. En die tank is nu ook weg. Nou, we wachten wel tot de story afgelopen is, het verhaal. Plaatsen we die tank wel. Zo, we hebben nog geld, zat, ja. Hey, wat is leuk? Hij heeft hydraulics. Die auto kan bewegen. Oh, dikke boost auto. Oh jongen, jongen, je ziet zelf auto. Ja, joh, hè. Auto, je ziet zelf. Ja, op en neer, en heen en weer. En auto, die gaat zelf en op en neer. Op en neer, en die gaat weer. Op, 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 op en neer. Op en neer, die gaat weer. Op, 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 op en neer. En op en neer, die gaat weer. Woppa, 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 op en neer, en wap, en wap, en ondersteboven vliegen is niet goed, en hop, we hebben genoeg wapens, laten we naar onze zeefout gaan, 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 juppie, jee, jee, jam, nam, nam, juppie, jee, jee, jam, nam, nam, juppie, jee, jee, jam, jam. Haha, even deze spullen oppakken. En dan zeg ik tegen jullie: doe een duimpje omhoog, abonneer. Stel deze video in je favorieten. En dan zeg ik: doei. Nee, nog niet. Nog niet. Nee, nog niet. Wel, ik vind dit nog steeds veel te kort. Hoe kom ik erbij om nu al af de outro te doen? Jongens, het geldt er nu voor echt. Dat was een grapje. Heel grappig. Nee, ik zie net dat ik niet op de tijd zit. Ik dacht dat ik al lang op de tijd zat. Maar ik zit gewoon nog op de juiste tijd. Dus, we gaan nog even naar de Emination. Emination. No, Emination.
Ah, we moeten niet te veel geld afpakken. Maar ik vind Cloud moet wel eindigen als multimiljonair. En dat zeg ik nu al voor de tweede keer. En nog zo'n. En nog een keer zo'n auto met hydraulics. Doorrijden! Jongen, je weet zelf. Wow, wow, wow. Holy fucking shit. Doorrennen. What the... Dat is mooi, weet je. Hoeveel wapens heb ik? 1, 2, 3, 4, die is mooi, die is mooi. Die is ook mooi, die is ook mooi. Ik heb alleen maar mooie wapens. Ah ja. Nou. Dan zie ik dat ik nu wel op de tijd zit. Ik sluit het spel even op. En dan zeg ik tegen jullie. Doe een duimpje omhoog. Abonneer. Sluit het voor deel. Je favorieten. En dan zeg ik. Doei!